Welkom bij Sinjac Delfshaven. We zitten in ons nieuwe pand aan de Klaas de Vrieslaan, buurthuis te Vliegen. Ik zit ook binnen, want buiten is het koud en ik heb de griep. We beginnen met Sint-Nicolaas aan de Nieuwe Binnenweg. Een cadeautje? We hebben ook. We zijn stout geweest. En wat zit erin? Cadeautje? Een poëziealbum. Oh, leuk. Stiften voor de kleintjes. Stiften voor de kleintjes. Dag Sinterklaasje! Dag! Dan is het ook een handje. Handje. Kijk in mijn huis. Is dat particulier gebruik of is dat landelijke televisie? Sinjac Delfshaven, voor Rotterdam TV. Rotterdam TV, oké. Leuk. Wanneer komt dat dan? Dat ligt aan de zendtijd. Aanstaande maandag of de maandag daarop pas. Oké, nou we zien wel. Wat hebben we nu?
Check elke maandag om 5:30 en 10:30 bij Cineac Dalshaven. Remo en Rinaldo zijn in de Laurenskerk voor een mega vrijwilligersborrel. We zijn nu bij de Laurenskerk op de grote Marktplein, vlakbij de Biep, centrum Rotterdam. Er is hier een vrijwilligersfeest. En we gaan even binnen kijken, een hapje, een drankje en veel plezier. Ja, bedankt. Kunt u zich voorstellen? Ja, ik ben Henk van der Sluis. Oké, okay, en wie bent u? Joep van Leeuwen. Oké, okay, zijn jullie vrijwilligers? Wij zijn allebei vrijwilligers. Wat voor vereniging of bedrijf? Wij zijn vrijwilligers bij Slachtofferhulp Nederland. Oké. Okay. Ja, allebei. En wat houdt dat in? Slachtofferhulp Nederland, dat is een groep mensen. We krijgen van 1500 mensen over heel Nederland. Die slachtoffers helpen van misdrijven en van verkeersongelukken. Oké, okay. Lijkt me heel goed werk. Oh, heel mooi werk, ja. Heel dankbaar werk, ja. Okay. En helaas ook nodig. Oké, okay. Doet u dat al lang? Nee, ik doe nog niet zo lang. De collega doet iets langer. Okay. Ik doe het nu ongeveer een 3/4 jaar. Ja. Okay. Ik hoorde dat jullie uit Delfshaven komen, klopt dat? Ja, ik kom uit Delfshaven, ja. Ja, zeker weten. Oké. Ik kom uit de Roosje-Vaassenstraat, daar had je de slagerij van de Sluis. Oké. Okay. Een bekende slagerij in Rotterdam-Delfshaven. Boekwinkel Delfshaven heeft haar deuren weer geopend. Het was een heel gemis voor trouwe klanten, maar nu kunnen ze er weer terecht. Meneer. Ja, goedemorgen. Hallo. Waar komt u vandaan? Ik kom uit van de Bergsingel vandaan. Ik kom al 20 jaar bij deze winkel van Jannie en Cor, Maliankai. En ze halen uit heel Nederland boeken op om de volksverheffing in Rotterdam gestalte te geven. Dus je koopt hier de beste boeken voor een buitengewoon sympathieke prijs. En ja, ik blijf daarmee doorgaan. Ik blijf lezen, ik blijf kopen. Af en toe, als ik boeken zat ben, dan breng ik ook weer eens een doos boeken terug. Maar ja, de leescultuur in Rotterdam wordt door deze winkel buitengewoon bevorderd. En ja, ik heb een stapeltje. Wat is de buit vandaag? Nou, het begint met geloven in Rotterdam. Dan heb ik filosofie. Ik heb een prachtig boek over Zarathustra. Ik heb een boek over Chinese filosofie. Shakespeare, Troilus en Quirio en Cressida. Een boek van Arno Grunberg. En dat is het ongeveer wel. Dus, u bent breed georiënteerd? Ja, dat mag je zeggen, ja. Maar, levensbeschouwelijk? Of, Ja, levensbeschouwelijk vooral. Ja, ja. En deze winkel die heeft eigenlijk van alles wat. Dus je komt hier eigenlijk nooit voor een verloren zaak. Er is altijd wel iets van je gading te vinden. Dus die een tijd dicht geweest? Jazeker, maar een trouwe lezer die blijft komen. Want je krijgt hier, en dat is bij Donner heel anders. Daar heb je ook wel wat tweedehands boeken, maar daar heb je geen persoonlijke bediening. Hier heb je altijd een persoonlijke bediening. De mensen kennen elkaar en je raakt met je winkeltje vergroeid. Ja, ja. Goed, dat lijkt me wel mooi. Dank u wel.
ziens, goeiedag. Bijt niet, bijt niet. Ja, als dat nog kan voor maandag en anders dan opgestaan, maar dat geeft niemand. Seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection, cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be, so go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the man in, that's the man. Het is een simpele fly, hè? Het is een simpele fly, maar... Is het een rijstenfly? Nee, het is een appelkruimel... Nou, dat lijkt me tijd lekker. Fly, hè? Voor de klanten. Ja. Dat hebben we natuurlijk niet iedere zaterdag, hè? Zaterdags is het alleen maar koekjes met koffie. En af en toe cake. En als het verjaardag is, doen we tijd en zo. Ik was natuurlijk wel om 9:15 hier en toen stonden er al mensen voor de deur. Ja, toen heb ik ook maar gelijk de deur open gemaakt. Ja. Dan laat ik dat dan voor één keer doen, dat we dan iets eerder open gaan. Ja. Ja. Maar goed, ik hoop dat het zo druk blijft, want het is wel heel even wennen weer hoor. Ik heb 3,5 maand feest gevierd natuurlijk. Dat is een gift, hè? Ja, dat is een gift, ja. Oud-Delfshaven. Ja. Niet van mij hoor. Ja, ik herken het, de kolk. Ja, mooi, leuk hè? Ja, mooi. Die komt erachter te hangen. Ja, die komt erachter te hangen. Die is echt. Van wie is die nou gekregen? Heb ik van Henk Joren gekregen, zijn vrouw. Die? Daar, bij de trillers staat hij nu. Nee. Hij leest trillers. Nee. Ik denk een jaar of 20 aan de overkant al begonnen. Ja, het is niet voor mij om de hoek. Ik kom, als ik hier ben, dan is het een dikke uur rijden vanuit Eindhoven. En dan, ja, eigenlijk kom ik naar Rotterdam voor Delfshaven. En dat maakt het de moeite waard. Hoe kent u de boekhandel dan? Stond toch wel. Gewoon zomaar eens een keer door Rotterdam rijden, dan liep ik het tegen. En sindsdien kom ik hier met grote regelmatig aan. En wat maakt het dat u terugkomt? Ja, het ontzettend snel wisselende aanbod. Als ik hier 2-3 weken niet geweest ben, dan ligt er bij wijze van spreken een halve nieuwe winkel. En natuurlijk schitterende prijzen. Alleszins. Altijd wat van uw gading? Zeker. Zeker. Kunst en literatuur, altijd iets van mijn gading. Ja, ophalen hier. En vanwaar het cadeau? Ja, vanwaar het cadeau. Kijk, dat gaat allemaal vanzelfsprekend. Dan kom je altijd zaterdag. Er is altijd koffie. Er is hier een geweldige sfeer. Dan vind ik het leuk om zo druk te doen. Ja. Bent u ook een trouw bezoeker van Boekwinkel Delfshaven? Ja, dat kan ik wel stellen. Ja. Ja, elke zaterdag. Dan begrijp ik dat u ook speciaal voor hun een affiche hebt ontworpen. Ja, die hangt daar aan de deur. Is dat een cadeautje? Ja, dat is een cadeautje. Er moest ook iets aan gedaan worden om die vlek op de deur te bedekken. Dus vriendin kwam met het idee om een poster daar te hangen. Dus ik heb snel eentje in elkaar geflatst gisteren. Maar met behulp van René Magritte. Dus het is niet allemaal van mij. Een beetje geleend. Ja, een beetje geleend. Niet tegen hem vertellen. Wat heeft u met de boekwinkel? Hoe lang kent u de boekwinkel al? En waarom komt u er regelmatig? Pak een beetje 10 jaar of zo. Maar in de afgelopen 6 jaar dan ben ik hier bijna elke zaterdag geweest. Maar Voor de boeken te bekijken, omdat er liggen altijd leuke boeken tussen, gewoon verrassingen. En de platen en de cd's. Mijn cd-collectie is flink uitgebreid sinds ik deze boekwinkel ken. En vooral de gezelligheid. Jan, die hebben we leren kennen en je hebt het eerder gehoord, dus altijd koffie. Dus
Het is altijd een praatje. En ja, het is gewoon een leuke besteding van je zaterdag. Dus ja, het is een hele fijne winkel. Ja, dus nou, blij dat het weer open is. En het ziet er heel mooi uit. Ja, heeft u het gemist toen die dicht was? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dan ja, moet ik me zaterdag anders inrichten dan, hè. Dus ja, dat was lastig. Daddy cool. Cineast Delshaven is iedereen. Wonder o wonder. Sint-Nicolaas was ook in historisch Delshaven aangekomen en werd daar vervoerd per koets. Alles goed, met u? Prima. Goed, hoe is het weer hier? Lekker, lekker koud. Nou, we hebben de storm gehad, dus zodoende. Oh, ja, ja, ja. Hoi, hey, film ze. Tot ziens, hè. Als ik aan Delshaven denk, dan zou ik het allerliefste toch weer even klein zijn. Als ik aan Delshaven denk, dan zie ik de Albrechtskolk en het Piet Heinsplein. En nu een stukje over onze verhuizing. Van de Schoneloosstraat naar hier, buurthuis De Vlieger aan de Klaas de Vriezelaan. Ik vind jou een echte verhuisdoos.
elkaar, maar ik heb een pukkel op mijn hoofd. Alweer? Je hebt altijd een pukkel op je hoofd als ik je wil filmen. Ja, dat is het dan om stagiair bij Pietje Bel te zijn. Dat we weggaan. Heel vervelend. Ja? Ja, ik ga alles missen eigenlijk. Zowel de inloop als de gezelligheid. Jullie brachten toch wel een stukje gezelligheid in huis. Was altijd af en toe een beetje vervelend, maar dat namen we voor lief. En dat hebben we heel graag gedaan. Dus ik vind het heel jammer dat jullie hier weg. Weet ik niet meer. Adjunct-directeur, wie ging er in onze kamer? Oh, een manager. Ja, een manager. Ja, dat is in verband dat Piet Hein opgegeven is en het LCC. En die mensen moesten een plek hebben, dus wij krijgen de algehele directie met de secretaresses hierheen. Mm-hmm. En dat konden ze niet even daar plaatsen waar wij nu heen gaan of zo? Nee, dat was te klein, helaas. Dat hebben we allemaal geprobeerd, maar dat was te klein. Daar hadden we geen resultaten mee geboekt. Nou, dus jammer. Het is heel jammer. Okay. Maar ik hoop wel dat het als buurthuis nog blijft voortbestaan. Dat is ons streven in ieder geval. Nee. Of het lukt, weet ik niet. De eerste PC.
Ja, die gooi je met spullen. Pas niet. Ziet er uit eigenlijk. Nou, huisknaar! Tada, mooi leuk. Ja, hè? Mm-hmm. En jij? Ik vind het heerlijk. Ik ben wel blij met ons hokje daar. Mooi, hè? Ons hokje. Dat is Anneke en mijn... Ja, als je weggaat wordt het nog even veranderd. Begrijp je wel. Dan passen we het even aan. Ja. En wat vind jij van de nieuwe locatie? Ik vind het een beetje te groot. Ik had het wat kleiner gewild. Want we hebben te veel bureaus. Dus het is eigenlijk, ja, het is of klein, wat zeggen we, wat wil ik nou allemaal? Nou, we zitten, ik vind het prachtig. En wat vinden jullie hiervan? Goed. Ja. Hartelijk dank voor het kijken naar Signac Delfshaven. Graag tot de volgende keer.